Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Sint-Louise School. Met zijn bezoek wilde de bewindsman de examenkandidaten extra motiveren voor het aanstaande eindexamen. De school heeft dit bezoek gepland zodat de examenkandidaten met volle moed hun examenperiode tegemoet gaan. Minister Amoksi hield de leerlingen voor dat scholieren in deze moeilijke tijd waarin we leven veel uitdagingen kennen en moedigde ze extra aan om geen uitdagingen uit de weg te gaan. Jeugdigen moeten leren om in dit stadium van hun leven één lijn vast te houden. Als jeugdige al moet je één lijn in je leven kunnen zetten. Dat gaat willen zijn, hè, zijn leven. Weet je wat, wij mensen, we zijn geen Jezus, we zijn geen Mohammed, we zijn, noem maar op, dat zijn we niet. Maar je moet wel één lijn in je leven kunnen houden. Je moet maar horen wat hij in je leven. Toch? En er is een eindpunt van dat je moet spiegelen. Je moet je dat voorstellen. Toch? En het eindpunt is dat je iets moet worden in de maatschappij. Niet een ieder is verplicht professor te worden of een mastertitel te dragen. Maar als jeugdige moet je een focus hebben in het leven. Amoksi benadrukte dat elke jongere een positie kan krijgen in de maatschappij. Want alleen op die manier kunnen ze bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons land. Ik weet zeker dat er geen enkel ander land zal zijn waarvan je zal houden als Suriname. Omdat je moet zeggen, toch? De man van ons gaat het ook wel. Dat heb je, dus binnen met je land heb je elke analysme op een binding naar de konden. Omdat je bepaalde dingen hebt meegemaakt in je leven, die je nergens anders op een bepaalde speciale Surinaamse manier gaat kunnen beleven. Toch, vrienden, maar ook eten. Toch, Surinaamse eten ben je gewend. De bewindsman vroeg de jeugdigen vooral hun passie achterna te gaan, omdat zij zo hun toekomst kunnen waarborgen. Het is de taak van elke Surinamer om het land naar grotere hoogtes te brengen.